Bemesting is, zoals we weten, zeer belangrijk bij het realiseren van een optimale groei en optimale opbrengst. Tegenwoordig proberen we zoveel mogelijk voedingsschema's op maat te maken, waarbij we continu rekening houden met de stand van het gewas en de ontwikkeling van het gewas. Om de mestbak op de juiste manier klaar te kunnen maken, geven we in deze video's een aantal aanwijzingen. Voor het klaarmaken van mestbakken is het goed om te weten dat niet alle meststoffen bij elkaar in één bak kunnen. Daardoor werken we vaak met A- en B-bakken. Voor meer informatie over A- en B-bakken verwijs ik je graag door naar het kennisbankartikel. Het type water waarmee de mestbakken gevuld worden maakt eigenlijk niet zoveel uit. Of je nu osmosewater, regenwater of leidingwater gebruikt. Voor het oplossen van de meststoffen heeft dit eigenlijk niet zo heel veel effect. Bij gebruik van leidingwater zal je hooguit aan het einde van het proces wat zuur toe moeten voegen om ervoor te zorgen dat de meststoffen ook later in oplossing zullen blijven en niet gaan neerslaan omdat de pH te hoog is. Als alle meststoffen in oplossing zijn, is het belangrijk ervoor te zorgen dat ze daarna ook in oplossing blijven. Daarbij is de pH van de bak eigenlijk bepalend. Voor de A-bak is het vaak niet zo spannend omdat daar meststoffen in zitten die niet met elkaar kunnen gaan reageren. In een B-bak moet de pH eigenlijk altijd lager dan 4,5 zijn om te voorkomen dat bijvoorbeeld magnesium en fosfaat met elkaar gaan reageren. Bij het productieproces van de meeste vaste meststoffen komt warmte vrij. Dat betekent op het moment dat we de meststoffen nu weer willen gaan oplossen, die warmte eigenlijk weer terug moet worden gegeven om de meststoffen in oplossing te krijgen. Hoe warmer het water, hoe makkelijker meststoffen zullen gaan oplossen en hoe meer meststoffen je ook kwijt kan in de mestbak. Meststoffen zijn niet onbeperkt oplosbaar. Iedere meststof heeft zijn eigen maximale oplosbaarheid. Dat kun je thuis ook zien. Op het moment dat je zout of suiker aan een bekertje water toevoegt, dan zal je zien dat na verloop van tijd het ook niet meer oplost, ondanks dat je continu blijft roeren. Dit werkt bij meststoffen eigenlijk ook zo. Sommige meststoffen die zijn heel goed oplosbaar, andere wat minder goed. Over het algemeen zijn kaliummeststoffen minder goed oplosbaar. Dat betekent dus dat je van die meststoffen relatief weinig kwijt kan in de mestbak. Maar meststoffen als kalksalpeter en bitterzout zijn veel beter oplosbaar. En met die verschillen kun je ook spelen bij het klaarmaken van een mestbak. Juist die producten met een hoge oplosbaarheid moet je als laatste toevoegen aan de bak. Omdat je met die producten veel meer ruimte hebt om die met andere meststoffen te kunnen combineren. Nadat alle meststoffen in oplossing zijn gebracht, is het belangrijk om daarna nog een tijd de bak te roeren. Dat kan handmatig, maar dat kan ook door een roerinstallatie. Het is belangrijk om dat zeker nog een half uur of een uur na oplossen vol te houden, om er zeker van te zijn dat de bak echt helder blijft. Nog een laatste tip. In de winter wordt er minder water gegeven en worden mestbakken minder snel ververst. De kans is dan reëel dat meststoffen misschien toch wat uit kunnen gaan zakken en er toch wat neerslag op de bodem kan ontstaan. Om dat te voorkomen is het zinvol om in de winterperiode regelmatig de bak te roeren om ervoor te zorgen dat alle meststoffen toch in oplossing blijven.